Honderden Harry Potter fans stonden vrijdagnacht in de rij voor het nieuwste boek over de tovenaarsleerling. Over de hele wereld startte de verkoop van de Engelstalige versie van het boek toen het in Londen 12 uur was. In Groningen gingen daarom vrijdag om 1 uur 's nachts de deuren open van boekhandel Selectis Scholtens. Harry Potter en de Deadly Hallows is het 7e deel van deze populaire boekenreeks. De Nederlandstalige versie van het boek verschijnt op 17 november. FC Groningen heeft zaterdagmiddag in Haren met 1-1 gelijk gespeeld tegen de Engelse club Sheffield Wednesday. In Engeland komt deze club uit op het 1 na hoogste niveau. Bij rust was het 0-0, maar na een kwartier spelen in de tweede helft opende Mark-Jan Vladeres voor FC Groningen de score. Sheffield Wednesday speelde toen al met 10 man, omdat een speler met rood kon vertrekken. Ondanks de man minder wisten de Engelsen in de slotfase alsnog langs zij te komen.